Het personeel van het Wanica en Marwina ziekenhuis en het Slans Hospitaal zijn vanaf maandag in actie. Volgens vakbondsvoorzitter Imro Edam hadden de drie bonden bij de ziekenhuizen reeds lang gepland om in actie te gaan. Hij merkt op dat het toevallig zo is dat een andere groep ook dezelfde periode heeft gekozen om de straat op te gaan. En aandacht te vragen voor onder andere een betere waardering en het uitblijven van COVID-toelagen. Achterstallige COVID-gelden dat de ziekenhuizen moeten ontvangen, namelijk januari, februari, maart van het jaar 2022. En reeds hadden we strijd gevoerd en toen was er een man betaald. Dat was voor december 2021. En volgens afspraak zou men dat inlopen, maar we zijn maanden verder. Het is toch tot nu toe niet een feit geworden. Een ander punt is dat we opeisen dat de ziekenhuispersoneel nu moeten beschikken over een premiumkaart. Want wij kunnen niet begrijpen dat wij de zorg moeten verlenen. En dan kunnen we zelf met onze SZF-kaart nergens gaan voor medicamenten. Edam zegt verder dat de ziekenhuisbonden keer op keer hebben gevraagd naar een betere waardering. Zelfs de COVID-toelagen blijven steeds uit en zorgen voor woede bij het zorgpersoneel. Het wensenpakket van de bonden is volgens hem ook allang bekend, waardoor het erop leek dat mensen voor de gek gehouden worden. Gisteren heb ik een ellenlange gesprek gehad met de minister waar ik duidelijk aangeef, zeg van dat ik denk dat de president wel een oplossing kan brengen in dit. En hij had beloofd dat ik dat gisteravond niet zou horen en ik laat er gewoon niks mogen horen. Dus de personeelsleden hebben nu besloten dat ze in actie gaan waar we die cruciale afdeling dispensatie hebben verleend. Ja. En dat is het. Maar ik vind niet dat de zaken van de totale samenleving serieus wordt opgenomen door de regering. Ik vind dat niet. De VP is inderdaad gekomen en heeft zijn dingen gezegd. De vraag is, wat zal hij daarmee doen? Omdat ik persoonlijk ook verschillende momenten samen met de VP heb gezeten. Niet lang geleden moesten de mensen van Marwina ook in staking gaan, omdat ze 2 weken lang niet betaald waren na een van de man. En dan moesten we ook daar gaan. Daar is er ook een aantal dingen kenbaar gemaakt. Maar we hebben wel gezien dat ze die salaris wel hebben betaald. Maar het is meer dan salaris. De ziekenhuizen hebben geen middelen om echt goed te kunnen functioneren. Edam zegt dat medicamenten schaars zijn en dat het bar slecht gaat binnen de gezondheidssector. De bedoeling is dat er daadwerkelijk een aanpak komt en er geen verhalen worden voorgehouden aan de zorgverleners.